We hebben gewonnen. Het Bataafs heeft verloren. Het gaat steeds sneller bergafwaarts. Elke keer als je denkt dat we eindelijk op de bodem zijn, moeten we met z'n allen nog een stukje verder naar beneden. We zitten op een school waar Jonathan Dag van maatschappijleer dagelijks tot diep in de nacht broodjes deuner staat te bakken. Waar Jezus werd nagedaan, Roy Huiskes. Waar ze voor zoiets simpels als leerlingen werven, een talkshow laten hosten door onrepresentatieve leerlingen. En waar ze de echte deskundigen terzijde schuiven, omdat we het hier over vrolijke eerste klassers hebben met verstand van alles. Onze beste docent heet Jasper Sinema, ook iets om over na te denken. Terwijl de rode cijfers ons om de oren vliegen, maakt hij debiele video's voor het Instagram-kanaal van de school. Waar hij staat te voetballen met een wc-rol. Maar ook hij vindt van zichzelf dat hij juist nu zo lekker gewoon is gebleven. Ik word daar somber van. Frank Warrick zou zeggen, je zet het op een rijtje en probeert te relativeren. Dat gaat dus niet! En daar komt dan de leerling in zijn onderbroek in beeld. Die onderbroek met een marktwaarde van wel 10 keer stortelde zijn aandelenkapitaal. Die leerling is wel een winnaar. Dat gevoel, als je hier voor het eerst komt, dat je de hele dag al zin hebt om je onderbroek te laten zien. Dat je daar met andere leerlingen over praat en dat die dan zeggen, kom, we doen onze broeken naar beneden. We laten hem zien. Het personeel maakt ons niks. Wij zijn bijzonder. Het is alsof een onzichtbare hand ons optilde en nu gaan wij dat gevoel teruggeven aan het Bataafs. Stop met luisteren naar meningen van anderen. Relativeer niet. Kom niet op tijd. Roy en René doen toch niks. Lees geen boek voor je mondeling. Haal je maten uit de les en treiter je leraar weg. Bel je mentor. Ga er nooit naartoe, maar bel hem op. Houd geen afstand. Weg met CKV. Weg met de masterclass, die puur als reclame fungeert. Weg met de teamleiders. En weg met de misvormde zebra op het plein. Dood aan de debatclub. Geef Stefan Dokters een toupet. Desnoods stelen we die van Bas Smies. En regel gewoon een directeur. Weg met steunles. Weg met corvée. Weg met dat volleybaltoernooi. Geef Favier terug aan Minerva. En stop met dat rookvrije plein. Begin gewoon met roken. Koop sigaretten. Heb je een kachel? Steek hem aan. Ga ervoor zitten en flikker de biet erin. De biet is links. De biet stinkt. Van hun nieuws word je ziek. Denk niet na. Blijf uit de les en fraudeer bij elk tentamen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is maar één lichtpuntje. Jullie zijn geen VMBO. Namens de stuntcommissie zeg ik, geniet ervan, kinderen. Echt goed, hoor. Ja.